Er zit een kern van waarheid in dat fossiele brandstoffen slecht voor de aarde zijn, maar het is niet alleen maar slecht. Er zit een kern van waarheid in dat fossiele brandstoffen slecht voor de aarde zijn, maar het is niet alleen maar slecht. Jij hebt je mening, en ik heb mijn mening, dus zetten we er een punt achter, omdat we er toch niet uit gaan komen. Jij hebt je mening en ik heb mijn mening, dus zetten we er een punt achter, omdat we er toch niet uit gaan komen. Na de lezing van een uur zei de leraar dat hij er een punt achter ging zetten. Na de lezing van een uur zei de leraar dat hij er een punt achter ging zetten. Na de lezing van een uur zei de leraar dat hij er een punt aan ging breien. Na de lezing van een uur zei de leraar dat hij er een punt aan ging breien. De jongens gebruikten hun plastic soldaatjes om de landing in Normandië na te spelen. De jongens gebruikten hun plastic soldaatjes om de landing in Normandië na te spelen. Na het ongeluk te hebben gezien, werd het iedere avond nagespeeld in mijn hoofd. Na het ongeluk te hebben gezien, werd het iedere avond nagespeeld in mijn hoofd. De politie begint een wedloop met de criminelen. De politie begint een wedloop met de criminelen. De politie bindt de strijd aan met de criminelen. De politie bindt de strijd aan met de criminelen. Swinters bind ik de schaatsen aan en glijd over bevroren meren en rivieren. Swinters bind ik de schaatsen aan en glijd over bevroren meren en rivieren. Ik heb er geen idee van welk bedrijf zijn vracht vervoert. Ik heb er geen idee van welk bedrijf zijn vracht vervoert. De baas verwondert zich overal over. De baas verwondert zich overal over. Door de verkeerde behandeling is de jurk uitgeverijenwijd. Door de verkeerde behandeling is de jurk uitgeverijenwijd. De leraar wijde enthousiast uit over het muziekproject. De leraar wijde enthousiast uit over het muziekproject. Niet uitweiden. Blijven bij het onderwerp. Niet uitweiden. Blijven bij het onderwerp. Tijdens de inwijding van de moskee hield de imam een preek. Tijdens de inwijding van de moskee hield de imam een preek.